Goedemorgen. Nou, ik ben blij dat ik hier weer sta. Het is alweer een tijdje geleden. En vandaag willen we het hebben over de zesde en de ene laatste brief aan de gemeente in Openbaringen. Philadelphia. Dat betekent broederliefde. Of zusterliefde. Liefde naar elkaar. Het was een gemeente die elkaar vasthield. Het was een gemeente die er voor elkaar was. Een kleine gemeente in een middelgrote stad. Vorige week hebben we het gezien, was er een plaatje, dat al die gemeentes een beetje zo in een rondje liggen. Een beetje naar de westkust van Turkije. En het was een stad die midden in een aardbevingsgebied lag. Werd vaak geteisterd door aardbevingen. En in 79, zo ongeveer in die tijd na Christus, is die stad bijna helemaal verwoest. Dus deze mensen wisten precies wat het inhield om in een aardbevingsgebied te wonen. En het is heel goed mogelijk dat deze brief hen bereikte. Misschien wel vlak na deze grote aardbeving. Een beetje in dezelfde tijd wanneer Johannes naar Patmos wordt verbannen, waar hij de openbaring van Jezus krijgt en deze brieven schrijft. Deze gemeente in het huidige Turkije is een hele bijzondere gemeente. Waarom? Omdat deze gemeente als enige van alle zeven gemeentes geen enkel woord van kritiek krijgt van de Heer. Alle andere gemeentes die krijgen eigenlijk eerst vaak van, nou, jullie zijn goed bezig, top, gaat goed, maar, nou, en dan krijg je, ik vind het toch een beetje jammer dat jullie dit doen, of misschien zou je wat meer zus, of misschien zou je wat meer zo, want nou, dat vind ik toch niet helemaal zo, ben ik niet helemaal tevreden over. Deze gemeente krijgt geen enkele negatieve reactie. Het is eigenlijk alleen maar duimen omhoog. Nou, dat zou mooi zijn, hè? Als je zo'n brief krijgt als gemeente, en je krijgt geen enkele. Het lijkt een beetje. Ik weet niet. Zijn jullie er bekend mee met beoordelingen op het werk? Ja? Wie heeft wel eens beoordelingen op het werk? Ah, kijk, veel. Ik ook. Ik heb hem dit jaar niet gehad, zijn het vergeten. Maar het is net zoiets, hè? Je krijgt een beoordeling. En dan krijg je alle goede punten van het afgelopen jaar. Krijg je te horen. Goed bezig, daar ben je goed bezig. Dit gaat ook een stuk beter, dat gaat ook een stuk beter. Maar er zijn nog wat verbeterpuntjes. Deze gemeente niet. Alles gaat goed. Nou, zei er dus vorige week iemand tegen mij. Nou, dat wordt een makkie voor je. Want je hebt alleen maar positieve dingen te verkondigen. Nou, ik heb de brief even gelezen. Nou, niet helemaal, denk ik. Als je deze brief leest, hij zit vol met symbolen en verwijzingen. Maar Jezus is lief. Jezus is lief. En waarom? Omdat als Jezus deze brief schrijft aan deze gemeente, moet je goed in je achterhoofd houden dat Jezus hier woorden en beelden gebruikt die deze mensen goed konden begrijpen. Het merendeel van deze gemeente bestond uit Joden die bekeerd waren. Die Jezus hadden aangenomen en daar leefden in Philadelphia. Dus de gemeente bestond voor een groot deel uit Joden en voor een deel uit mensen die daar in de omgeving tot geloof waren gekomen. We gaan het even lezen. Openbaringen 3, 7 tot 13. Openbaringen 3, vers 7. Schrijf aan de engel van de gemeente te Philadelphia. Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft. Wanneer hij open doet, kan niemand sluiten en wanneer hij sluit, kan niemand openen. Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u open staat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed,
U bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en heb mijn naam niet verloochend. Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen. Leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn. Zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt. Als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. Wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God. Het Nieuw Jeruzalem. Dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen. En ook mijn eigen nieuwe naam. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Nou, geen gemakkelijke kost, denk ik zo even, als we het lezen. Maar ja, goed, je kan ook niet altijd sneetjes witbrood met hagelslag eten, denk ik. Het moet ook soms eens volkorenbrood gekauwd worden. Jezus begint deze brief, net als alle andere brieven die hij schrijft aan de gemeente, met een beschrijving van hemzelf. Hij begint met de heilige. Ik ben de heilige. En deze titel die komen we ook tegen in Hosea 11 vers 9 en in Habakkuk 3 vers 3, waar God de heilige genoemd wordt. En in beide gevallen in deze teksten gaat het om oordelend optreden. God is rechtvaardig, maar God is ook een oordelend God. De waarachtige is de tweede titel waar hij zich mee aanmeldt. Ik ben de heilige en de waarachtige. In Jesaja 10 vers 10, daar staat dat de Heere waarachtig is ten opzichte van alle andere afgoden. Hij is de enige en ware God. Zo maakt hij zich bekend aan deze gemeente. Ik ben heilig, ik oordeel, maar ik ben ook rechtvaardig en ik ben ook de waarachtige. Ik ben de enige, echte, ware God. En straks zullen we zien als Jezus terugkomt en het is die dag des Heren waar we naar uitkijken, dan zal blijken dat hij de enige en echte waarachtige God is. En ik kijk heel vaak uit naar dat punt. Want we leven in een tijd, en ik merk het op mijn werk, als ik met mijn collega's praat, leven we in een tijd waarin er een tendens heerst van geloven mag je doen als je mij er maar niet mee lastig valt. Ik heb mijn eigen geloof. En dat dien jij te respecteren. En dat respecteren we ook. Maar je mag vooral niet zeggen dat jouw geloof, jouw God, de enige, echte, ware God is. Als je dat doet, dan lig je eruit. En toch is het zo. Het is de enige ware God. Dan gaat Jezus verder aan en zegt, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand zal sluiten. Die sluit en niemand opent. Dit gedeelte dat lezen we ook in Jesaja. Jesaja 22 vers 20 tot 25. En daar zien we het verhaal van Sebna. En Sebna was de hoofdmaarschalk van koning Hizkia. En die had de sleutel van David. Die had de sleutels van het paleis. Die kon overal bij. Hij kon alle deuren openen, kon ook alle deuren dichtmaken. Hij kon in de schatkamer, hij kon in de slaapkamer van de koning komen. Deze Sebna, ja, die werd een beetje overweldigd door alles wat hij kreeg. En die had het een beetje verbruikt. Had een beetje die sleutel, zeg maar de rijkdommen, had hij een beetje gebruikt om zelf er iets beter van te worden. En dat staat God niet toe.
En als gevolg van dat vergrijp, wat hij daar doet, worden die sleutels van hem afgenomen en worden de sleutels gegeven aan Eliakim. En je moet het gedeelte maar eens lezen in Jesaja 22. En daar staat in Jesaja: ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Bij Eliakim. Opent hij, niemand sluit. Sluit hij, niemand opent. En we zien hier een hele bijzondere profetische verwijzing naar Jezus. En Eliakim is hier het prototype eigenlijk van Jezus. Rechtvaardig iemand die waardig is om de sleutels van David te ontvangen. En het bijzondere is dat Jezus in deze brief exact dezelfde bewoordingen gebruikt om te laten zien hoeveel macht hij heeft. Mooi is dat, hè? Het is toch mooi dat als je een brief krijgt met best wel een moeilijke uitleg, maar dat je het gelijk snapt. Want zij kenden het Oude Testament, ze wisten precies wat dat inhield als je de sleutels van David had. En hiermee begrepen zij ook wat voor macht Jezus heeft gekregen. Dat Jezus was gestorven en opgestaan, en opgevaren naar zijn vader, maar dat hij daar alle macht heeft gekregen. Dan gaan we verder. En dan zegt Jezus: zie, ik heb jullie een open deur gegeven. Een open deur die niemand dicht kan doen. Heb je weer dat verband tussen die sleutel en die deur, hè? Zie, ik heb jullie een open deur gegeven die niemand dicht kan doen. En dit duidt op het behoud en de bescherming die Jezus wil geven aan deze gemeente. En op grond van hun werken, dat zij hun woorden bewaard hebben en zijn naam niet verloochend hebben, gaf Jezus de gelovigen in Philadelphia een open deur die niemand kon sluiten. En wij kennen die betekenis van die deur, want Jezus zegt zelf in Johannes 10, vers 7, waarachtig, ik verzeker jullie, ik ben de deur voor de schapen. En in vers 9 zegt hij, ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitgaan en weidegrond vinden. En nou heb ik eens eventjes gekeken en er staat er heel veel over deze deur geschreven. En er zijn zoveel verschillende uitleggen over wat die deur nu betekent. En je zegt van, ze uitleggen van wat mensen zeggen van, nou ja, die hele gemeente had eigenlijk al toegang tot de hemel. De deur naar de hemel stond al open, dus die konden zeg maar de hemel in en uitgaan. Maar, ik weet het niet. Anderen zegt, nee, het is, je moet dat puur geestelijk zien. Het is een symbolische deur. Het is een symbolische deur waarin in de toekomst ze naar de hemel kunnen. Ja. Ja, ik kon er ook niet zoveel mee. En toen dacht ik van, ja, hoe zou ik dat nou eens uitleggen? En toen in één keer schoot het me naar binnen en ik moest denken aan oudejaarsavond. Wie viert er oudejaarsavond? Jee! En ik moest denken, en het is altijd vervelend, ik neem altijd natuurlijk voorbeeld of van mijn vrouw of van mijn kinderen. Die zijn er ook altijd hier. Dus ik begrijp dat het een beetje vervelend wordt. Maar op oudejaarsavond, toen de jongens nog klein waren, dat is heel lang geleden. En ze waren een jaar of 5, 6. En ze mochten voor het eerst opblijven. En ze mochten zo lang opblijven dat ze het nieuwjaar in mochten en het vuurwerk mochten zien. En ze mochten ook naar buiten toe. En het was loei spannend. Ik kan je nu niks meer bij voorstellen, maar toen was het loei spannend. En wat deed ik dan? Ik zette de voordeur open en ik zette er even een steen tegenaan. En dan was het gauw je schoenen en je jas aan het trekken en dan naar buiten toe. En ik herinner me nog in één keer dat de jongens die liepen naar buiten toe, zo van ha! En in één keer ging alles in één keer los. En het was echt zo van ah! En die open deur, die gang, hadden voor hun de mogelijkheid om even terug te trekken in die gang. En eventjes
even vanuit die gang te kijken wat er buiten allemaal gebeurde. En die open deur gaf hun bescherming. Want als ik de deur dicht had gedaan, en ik had gezegd, nou veel plezier, ga maar buiten kijken. En ik had de deur dicht gedaan, en het was te overweldigend, dan hadden ze niet meer naar binnen gekund. Dan was de paniek uitgebroken. En nu konden ze door de open deur even in de gang staan. Nou, daar moest ik aan denken. En dan gaan we verder met vers 9. Vers 9. Zie, ik vind het wel best wel lastig hoor. Zie, ik geef uit de synagoge van Satan die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn. En hier zien we weer, dat is uit een andere vertaling, uit de Telos vertaling, uit de synagoge van Satan. Hier zie je weer Joodse kenmerken terugkomen, wat ons opnieuw bepaalt bij de groep waar deze brief aan geschreven is. Namelijk het overgrote deel van de Joden in deze gemeente. Niet vergeten, het is geschreven aan de Joden. Dus het geldt voor Israël. Mocht je nog denken van dat alle beloftes overgegaan zijn op de gemeente, dan is dat niet zo. Deze beloftes gelden voor Israël, voor de gemeente in Israël. Het is een tweewerking. Het is een tweewerking. Net als met deze brief. Het geldt voor deze gemeente. Het geldt ook voor ons. Ik zal maken dat ze zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Dat is een overwinning op mensen die tegen je zijn. Niet vergeten, deze gemeente had bijzonder veel tegenstand. Bijzonder veel tegenstand. Ze leefden in een goddeloze stad. En ze waren een kleine gemeente met weinig kracht. Ja, goed onthouden. Veel tegenstand. Veel tegenstand. Mensen die hun bespotten. Die ze kleineerden. En er staat, ik zal maken dat ze zich neerbuigen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Deze belofte staat onder andere ook in Jesaja 60 vers 14. Je ziet dat Jezus elke keer weer, als hij wat belooft, als hij wat zegt, wat er gaat gebeuren, dat hij een tekst neemt uit het Oude Testament om het voor hun te verduidelijken. En in Jesaja 60 staat, de zonen uw verdrukkers zullen deemoedig, nederig tot u komen. Aan uw voeten zullen al uw versmaders zich neerwerpen en zij zullen u noemen de stad des Heren, het Sion van de heilige Israëls. Daar zie je alweer een kleine vooruitwijzing aan het einde van de brief, waarin de stad van God, het nieuwe Jeruzalem, ook weer terugkomt. En zo zie je dus dat Jezus elke keer weer opnieuw bij een belofte het verduidelijkt, zodat ze begrijpen wat voor eer hen ten deel viel. Volgen jullie het nog een beetje? Ja? Mooi. De laatste dan. Vers 12. Wie overwint zal ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. Nou, dat sprak ze wel heel erg aan, aangezien ze midden in een aardbevingsgebied woonden. En de woorden voor deze gemeente in Philadelphia waren eigenlijk misschien wel te mooi om waar te zijn. Te veel eer. Want ze kenden deze pilaren, waar Jezus het over heeft, kenden zij maar al te goed. Deze pilaren staan beschreven in Koningen. 1 Koningen 7, vers 21. En daar zien we dat Salomo bezig is met het bouwen van Gods tempel. En hij richt daar 2 zuilen op in de voorhal, waar iedereen doorheen moest. En de rechterzuil noemde hij Jagin, dat was een priester, en de linkerzuil noemde hij Boas. En die kennen wij als de losser van Naomi. En Jagin betekent hij die grondvest. En Boas betekent in hem is kracht. En aan een ieder die de tempel binnenging, werd op die manier werd er laten zien dat er bestendigheid en dat er kracht was in Gods tempel. En die pilaren stonden daar voor trouw,
voor kracht. En iedereen die daar doorheen ging, kon dat zien. En die namen stonden ook op die zuil. Die stonden op die zuil gebeiteld. En als je daar doorheen ging, dan zag je die namen en je wist de betekenis daarvan. In hem is kracht. En op deze manier zien we dus dat Jezus belooft aan deze gemeente die het zo zwaar heeft. Dat als ze standvastig zouden zijn en zijn woord zouden bewaren. En ze zouden overwinnen. Dat zij later in Gods tempel exact dezelfde positie zouden hebben als deze twee pilaren. Dat zij als mens met dezelfde macht bekleed zouden worden en dezelfde kracht bekleed zouden worden als deze twee pilaren. Maar enkel als ze zouden overwinnen. Zo zien we dus dat de brief aan Philadelphia dus vooral een bemoedigende brief is. Aan een gemeente te midden van de verdrukking. Jezus openbaart zich aan de gelovige Joden op koninklijke wijze als Gods afstammeling van David. Hij heeft de sleutel van behoud en hij zal hun vijanden neerwerpen aan hun voeten en ze zullen toe moeten geven dat God hen heeft lief gehad. En wanneer ze overwinnen, zullen zij voor altijd een pilaar zijn in Gods tempel. Maar nu, wat hebben wij aan deze brief? Wat vertelt hij ons? Hij staat in de Bijbel, dus hij is ook van belang voor ons. Ten slotte waren er in die gemeente inderdaad niet alleen Joden, maar ook heidenen die tot geloof waren gekomen. En dat zijn wij ook. Dat zijn wij nog steeds. Wij zijn heidenen die tot geloof zijn gekomen. Met het begin van deze brieven, het rondreizen van Paulus, is begonnen dat Europa tot geloof zou komen. En als we deze brief lezen, en als ik deze brief lees, dan geloof ik best dat wij als gemeente Eemnes Gods woord bewaard hebben en zijn naam niet verloochend hebben. Maar dan denk ik bij mezelf, dat is ook niet zo moeilijk. Als je alle vrijheid hebt. Wij als gemeente Eemnes worden niet verdrukt. Wij hebben weinig tot geen tegenstand. Wij hebben alle vrijheid om het evangelie te verkondigen en over Jezus te praten zoveel als we willen. En toch staat er wie overwint. En vergeef me dat ik het zeg, maar ik denk dat we soms als gemeente daarin een beetje ingedut zijn. Een beetje ingekakt. En dat trek ik mijzelf ook aan. En soms denk ik bij mezelf, waar is ons vuur gebleven? Waar is mijn vuur gebleven? Waar is mijn toewijding? Als ik een pilaar in Gods tempel wil zijn, en de rest mij een toekomst om een pilaar in Gods tempel te zijn, met op mij geschreven, de naam van God, de naam van de nieuwe stad Jeruzalem en de nieuwe naam van Jezus Christus, zou ik dan niet op zijn minst moeten proberen om een pilaar te zijn in deze gemeente? En deze brief roept ons op, ons allemaal op, om standvastig te zijn.
om Gods woord te bewaren. Om elkaar vast te houden. Om te laten zien dat we het er niet bij laten zitten. Is het misschien niet zo dat de grootste overwinning die hier behaald moet worden, de overwinning is op onze gemakzucht, de overwinning op het stellen van onze prioriteiten, de overwinning op onze twijfels, of we wel goed genoeg zijn om een pilaar te zijn in de gemeente? Wordt het niet eens tijd dat we eens gaan nadenken of wij weer zuilen willen worden in de gemeente? Jong en oud. En ik weet niet of het profetisch genoemd mag worden, maar ik werd vanmorgen en van de week werd ik door God bepaald bij de woorden: als alles instort, blijven de zuilen overeind. Als alles instort, blijven de zuilen overeind. We hebben mensen nodig. Mensen in de gemeente die als zuil fungeren. Waarop gebouwd kan worden. Waarop het gebouw van de gemeente Eemnes kan rusten. Waar mensen troost en bemoediging bij vinden. Wetende dat als deze zuilen er zijn, dat ze veilig zijn. Dat er bescherming is. Want geloof me, de betrekkelijke rust die wij ervaren is niet voor altijd. En we zien dat er gemeentes geschud gaan worden. En geloof me, deze gemeente ook. Ook deze gemeente zal geschud worden. En dan hebben we zuilen nodig. Dan hebben we pilaren nodig. Die overeind blijven staan. Die net als de gemeente in Philadelphia trouw blijven aan zijn woord. En zijn naam niet verloochenen. En vraag jezelf vanmorgen eens af of jij niet die persoon bent. Die kan uitgroeien tot een zuil in deze gemeente. Waar mensen op kunnen bouwen. Waar mensen bij kunnen rusten. Waar mensen troost en bemoediging bij vinden. Want Jezus belooft: wie overwint, maak ik tot een pilaar in mijn tempel. Waarop geschreven staat: de naam van mijn God. De naam van het Nieuw Jeruzalem. En de naam van Jezus Christus. Hoe gaaf zou het zijn als wij vandaag de dag een zuil, een pilaar in deze gemeente zouden zijn. En straks een pilaar in Gods tempel. Amen.